vandaag op Schiphol erg warm, net zoals in de rest van Nederland. Op Schiphol hebben we ook een beetje last van die warmte. De zon schijnt op het asfalt. Het asfalt kan daar wat zacht van worden. En om dat zacht worden tegen te gaan, sproeien we met water. En dat sproeien doen we met waterwagens. Achter ons zie je een sproeivoertuig aankomen. Wat we normaal gesproken in de winteroperatie gebruiken om dooimiddel mee te sproeien. Nou, die auto's hebben we eigenlijk de hele zomer in de garage staan. Die doen niets. Dus die auto's hebben we nu gevuld met water. En daar sproeien we het asfalt mee. Omdat dat niet genoeg is, omdat we op veel plekken tegelijk aan de slag willen gaan, maken we ook nog gebruik van een sproeivoertuig wat je normaal gesproken in de landbouw ziet. Die krijgen we via onze aannemer en die helpt ons ook nog met het sproeien van water. Er wordt voornamelijk gekoeld op de punten waar vliegtuigen een scherpe bocht moeten maken. Als het asfalt zacht wordt, is er een kans dat vliegtuigen door hun gewicht wat verzakkingen veroorzaken in het asfalt. En dat willen we voorkomen. Ja, de start- en landingsbanen op Schiphol zijn voorzien van een extra beschermlaag. Dat heet een anti-skidlaag. Dat betekent dat het asfalt daar extra wordt beschermd. Dat betekent ook dat de temperatuur daar minder invloed heeft. Dus op start- en landingsbanen hoeven we niets te doen. Het vliegverkeer heeft er geen last van, want we voeren het sproeiplan zo uit dat we met de rijrichting van het vliegtuig eigenlijk achter de vliegtuigen, tussen de vliegtuigen aanrijden. Dus we gaan gewoon in de stoet mee.